Oké, goed. Welkom bij een criminele aflevering van De Wereld van Bertus. Met deze week criminelen vastgelegd op film. Diefstal uit hotels neemt schrikbarende vormen aan. Artsen schrijven tonnen aan wiet voor. En Trudy tript op drugs. Dit is De Wereld van Bertus. Dat is Ocean's 11 van Warner Brothers. Geweldige spektakel, 90 minuten lang roof tot in de puntjes voorbereid. Ja, schitterend. Het kan ook anders. Alleen dat duurt meestal iets korter. Oké, en nou, Better Track Record. Ben jij een talent in de onderwereld? Zet het op film en stuur het naar ons, want dat deed ook het volgende talent. Wow, vlijmscherpe actie! Heeft u ook een filmpje? Zet het op YouTube en stuur ons de link. Bertus, heb jij wel eens iets meegenomen uit een hotel? Ja, natuurlijk. Dat doet toch iedereen? Dus jij hebt wel eens een handdoek gestolen? Handdoek? Ach, dat is voor amateurs. Nee, ik heb het over feuns, lampen, gordijnen. En dat nam je allemaal mee? Ja, natuurlijk. En natuurlijk ook heel veel televisies. Ja hoor, ook nog? Ja. Ja, nu zijn het van die kleine flatscreens, maar in mijn tijd moest je nog sjouwen met die grote beeldbuistelevisies. Best lastig om die onder je trui mee naar buiten te dragen. Net binnengekomen nieuws, MediWiet wordt steeds populairder. Pst, wat is er? Moet je het er echt over hebben? Hoezo, dat is toch nieuws? Ja, maar als ze dit aan de grote klok gaan hangen, dan gaan ze er wellicht iets aan doen. Je bedoelt dat er nog meer mensen met een doktersvoorschrift wiet gaan halen? Ja, nou dat is heel eenvoudig hoor. Kijk, ik heb zo'n briefje. Ja, maar Bertus, dat is voor 17 kilo. Dat is toch niet voor eigen gebruik? Nee, ik haal voor mijn hele gebouw. Ja, maar je bent dus gewoon een dealer. Oh, dealer, dat is een groot woord. Ze noemen mij de boodschappenjongen. Man. Nou ja, opa dan. En dan zijn we aangekomen bij... Vraag het aan Trudy. Oh, nee, hè. Trudy, wat is het probleem deze week? Ik wou het graag hebben over het drugsprobleem. Ah, drugs. Ik vind namelijk dat drugs weg moet uit de criminaliteit. En over welke doelgroep hebben we het dan? Dat is een goede vraag. Wat is het doel? Is er een leeftijdscategorie kwetsbaarder dan de ander? Oh, daar is veel onderzoek voor nodig. Ja, maar ja, en laat maar raden, de onderzoeken komen natuurlijk in volledig en langzaam binnen. Ja, dat is inderdaad het geval. Maar wat was de vraag? Moeten we het verbieden? Werkt het gedoogbeleid wel? Oh, dat is een nieuwe vraag. Nou, dat zou eerst onderzocht moeten worden. Maar dat kost veel tijd en moeite. En veel geld. Juist, maar dat zit in het criminele circuit. Dus dat is het probleem? Ja, dat is het probleem. Oké, nou bedankt voor je commentaar, Trudy. Ik hoop dat u er thuis wat aan hebt. Zo niet. En tot de volgende keer. Ja, wat was de eerste vraag ook alweer? Oké, dat was weer een aflevering van De Wereld van Bertus. Ik hoop dat u de volgende keer allemaal weer kijkt. Ik zou zeggen, tot ziens. Ja, tot ziens. En... Wat is dat? Ik hoop dat u allemaal dat is er niet te geloven, hè?